Ja. Nee, we beginnen te zijn. Verdomme, hoe begint de scène dan? Mijn onkel en uw oma hadden vroeger stiekem een relatie. Dat toch wel. Voor wat was dat? Ja, anders moet je tegen de politie zeggen dat we na 10 uur nog vuurwerk zijn. Oh my god! Ah, voor wat was dat nodig? Ja, anders moet je tegen de politie zeggen dat we na 10 uur nog vuurwerk zitten afsteken. Ah, oh, sorry, wat de fuck was dat? Allee, kom jongens, we gaan dat even niet laten verpesten. Dat is misschien erg voor die man. Maar niet lachen, gast. Tristan! Ja. Anders moest je tegen de politie zeggen dat we na 10 uur nog vuurwerk zitten afsteken. Lacht je nu gewoon met mij? Nee. Ja, jongens, kom aan. Kom aan, alsjeblieft. Cedric, kom aan. Allee, wat wil je zeggen, Cedric? Okay. Jij bent echt een spast, dat weet je toch? Echt waar, hè? Dat is niet normaal, want ik heb dat gemaakt, hè. Dat is ongelooflijk. Hallo. Hoe is een cadeautje? No thanks. Wat is, vind je in de film niet leuk? Sorry, maat. Dan verwacht je toch echt iemand met een zotte beroep of zo? Merci. Ja, een paard. Wat raar. Ik heb nog wat koeken van thuis meegenomen. Moet je er eentje hebben? Ik heb nog wat koeken. Maar wat heb ik? Ja. Oh, Anneleen heeft een lief berichtje gestuurd. Oh, dat meent je. Dat meent je niet. Ik vind mij geen toffe jongen. Het lukt me niet om mee te... Maai, sorry. Oh. Niks lijkt te werken. Maai, wow. Ik ben niet meer te gaan. Ja, echt. Geest. Mij roepen. Dat was mijn buik. Ik heb natte handen. Ja, maar hij heeft ook een schijfje. Ik heb droge handen. Geest, wij roepen u op. Geest. Maar een concentratie. Ja, ik heb hier, ik kan het niet. Even één keer wachten en dan meedoen. Geest, wij roepen u op. Geest, zwerf. Een paar seconden luisteren, hè. Wordt een blooper.